Welkom bij ADO Praat met vandaag de lekkere overwinning op FC Den Bosch. Het technisch beleid bij ADO Den Haag. Wie gaat daar nu eigenlijk over? En we gaan vooruitblikken op de wedstrijd van aanstaande vrijdag in eigen huis tegen MVV. En dat alles uiteraard vanuit Leo's Koffiehuis. Met wie anders dan Leo? We zijn er weer. Nico. En Houser. Houser ook weer in de hals. Olympische Spelen staat hier ook aan op tv. Heb je al een beetje genoten? Nou, alleen van de short track eigenlijk. Short track? Dat is jouw favoriet onderdeel. Ja, dat is lekker gauw afgelopen. Vooral s'ochtends, als je wakker wordt. Dat is nooit een keer normaal, hè? Kijk, het begint toch goed. De shorts, weet je wel. Ja. Nee, maar dat duurt toch niet zo lang. Lekker binnenkomen. Ja. Ik denk, ik vraag ook eens wat. Ja, kijk jullie ook naar de Olympische Spelen? Ja, tv staat de hele dag aan, dus ja. Ja, blijf altijd wel even een oogje in het zoog houden. Ook nog een favoriet onderdeel op. Waarvoor noemen ze Bob? Zijn die niet zo genoemd? Ja, wat zeg je nou? Bobslee, waarvoor noemen ze Bob? Weet je dat? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ook niet. Nee. Nico, ja, jij dan? Slee, jij bent iemand. Weet jij iemand? Wie is Bob? Wie is Bob? Ja. Weet jij dat? Ja, dat hebben ze nu mogen drinken natuurlijk. Ja, zijn allemaal de Bob. Ja, zijn allemaal de Bob. Ja, gaat wel hard dat Bob. Ja, dat hadden we wel lang gaan met al je gattes halen. Goed. Nee, Bob. Bob stok verspreken. Zullen we maar over ADO gaan praten? Ja, beter. Ja, is dat beter? Ze zijn ook met drie letters. Was een lekkere overwinning, man. Heerlijk, op de vijand. Rivaal Den Bosch. Want het is een rivaal uit de jaren 80. Rivaal, het is tegenwoordig gewoon een vijand. Hoe komt dat nou eigenlijk? Er stond er toen een keer een bommetje gelegd op het vak. En dat viel natuurlijk niet, een goede aarde. Nee. En sindsdien is er ruzie tussen de supporters. Zeker het ook. Ja. Dat hoorde ik ook, ja. Ja, je hebt toch ook het een en ander meegekregen, heb ik gehoord, vanuit de hoofdtribune. Ja, wij zaten die daar. Die jongens helemaal verrot gescholden, heb ik gehoord. Ja, mijn collega Jim en ik zaten daar om verslag te doen voor de radio. En we kregen ook wel wat naar ons hoofd, ja. Vooral na afloop. Maar wel met een zachte G. KH genezen en weet ik het allemaal nergens. Ja, joh, lekker drie punten. Drie punten. Ja, dan geen één vinger op te steken, kan je drie opsteken. Ja, ja toch? Of vrijt in die bossen wonen. Ja, het was ook wel natuurlijk ultieme revanche voor Thomas Verheijt, hè. Want altijd als hij daar al speelde, toen hij nog niet eens bij ADO speelde, kreeg hij het over zich heen. Overal kreeg hij het, ja. En nu in deze wedstrijd kreeg hij het ook over zich heen. Zijn moeder had dat ook gedaan, nog een keer. Zijn moeder, die had ook weer een bepaald beroep. Dat is jouw vriendin trouwens, natuurlijk. Ja, hele grote vriendin van me tegenwoordig. Maar met zijn doelpunt heeft hij toch lekker revanche genomen. Goed gedaan, Thomas, jongen. Jouw vriend, hè? Ja, onze vriend. Ja, hij heeft een revanche genomen op die jongens met zijn doelpunt. En drie punten naar ze zitten dan nog te huilen met die bossenbollen. Doei. Gooiden ze die ook op het veld, of? Nee, er werd wel bier op het veld gegooid. Zonde. Vlak na rust werd het duel gestaakt. Dan zijn ze niet goed bij de hoofd. Waren ze de Bob? Dat is toch, dat is een drankmisbruik. Waren ze de Bob? Allemaal stadionverbod, jongens. Ja. Er zitten er al niet zoveel natuurlijk in dat de bossen staan. Het was wel een beetje treurig gezicht. Er was een man van jouw leeftijd, met alle respect, een beetje. Die stond daar met een biertje en gooide zo naar die scheidsrechter toe. Hij raakte hem niet, hoor, maar... Nou, die gaat toch niet meer bier lopen gooien? Nee. Dat is een zonde. Alleen met andere dingen, zeker. Gooi dan een stoel. Ja. Hebben jullie nog wat meegekregen eigenlijk van die wedstrijd? Want er was een livestream in omloop, een linkje. Uiteindelijk, ja, dat was zeker een linkje. Dat was een link Turkse goksite. Daar konden we godsgratie nog wat beelden meekrijgen. Een beetje korrelig beeld, zeker, of niet? Nou, dat viel nog mee. Alleen geen slag. Ja, het was ESPN, dit is weer schandalig. Je ziet hier een afgekeurd veld van de PSV-vrouwen waar je beter een waterbelet op kon gaan doen. En ging niet door, hè, die wedstrijd? Nee. Ja, maar dat zocht er zo rond aan. Er is ook maar één wedstrijd, een korte buiten Feyenoord, Sparta dan. Maar ja, goed, als je dan drie zenders hebt, waarom kan je daarna gaan uitzenden? Gewoon daarna gaan, ja toch. Het enige wat ze doen is wel je factuurtje sturen dat je het zakelijk uitzendt. Maar, wat kost dat dan per maand? €140 extra. Buiten je gewoon abonnement? Buiten mijn Ziggo. Ja. Ja, ik vind het niet erg om te betalen, maar zend hem gewoon ADO uit, dat ik er ook wat aan heb. Maar weet je hoeveel biertjes dat zijn? Heel laag zat er op te halen. Nou ging het via de computer. Wat vonden jullie van de doelman, Alessandro Dames, een debuut? Wendges toch naar de bank dus. Ja. We hadden het allemaal over Hugo. Hugo had de nul. Hebben wel de nul gehaald. Ja. Vanaf de bank. Ja. Ja, maar goed, dames. Zijn collega gelukkig ook de nul gehouden. Dus die schoot lekker die ballen tegen de man eigenlijk. Hij heeft niet echt een spectaculaire redding gehad. Hij heeft nog niet getest wat jullie betreft. Nee. Ja, hoeven we het wel te zien. Alleen de kijkt die Turkse zet dan. Met die bonusoe en die dingen. Maar wat? Bonusoe? Bonusoe stond constant in beeld. Ja, weet jij wat. Maar eigenlijk bizar dat je dan via een linkje van een Turkse wedstrijd zit te kijken. En dan ineens op slag geven. Nee. Bent al toch gewoon radio over. Daarna gewend. ESPN is voor de mensen. Gewoon een appels achter. Om het even af te ronden, dit verhaal. Hugo Wendges, op de bank dus. Ze hebben hem wel een aanbod gedaan voor een contractverlenging. Hij was een van de vijf spelers met Bouraar, Stijn, Matthijs
En Nikima, ook een doelman, 18 jaar. Nikima? Ja, dus hij wordt wel belangrijk geacht. Blijkbaar. Ja, nou ja, goed, hij heeft zich anderhalf wedstrijd bewezen. Nee, maar goed, ik zag iemand in de goal staan, ja. Dus ja. Ja, hij straalde best wel wat uit al op zijn jonge leeftijd. Lekker bijtekenen, hoor. Kom. Ja. Bijtekenen dus. Ja. Tuurlijk. Kijk wat het vrijdag is. Asante vond ik een goede indruk maken. Ja, jullie hebben niet alles gezien. Nee. Maar die speelde echt goed in de basis. Heeft zich wel laten zien, denk ik, toch? Waar stond die? Kunnen jullie er iets over zeggen? Of, nee. Waar stond die? Nee. Middenveld. In plaats van Stijn. Stijn, ja. Ja, nou ja, goed gedaan. En eigenlijk Breinburg, want Breinburg... Vorige week viel die ook al aardig in, Asante voor Breinburg. Ja. Goed. Maar Stijn zal wel snel weer terugkeren, want die had een streepje bij zijn test. Breinburg ook heel erg geblesseerd. Is wel... We missen hem wel, hoor. Sammy. Tuurlijk, teken aan dat de hele oude garde waar je eigenlijk op moet rijden, dat er nu al een Janmaat kan niet meedoen. En Kiesna die is steeds wel niet... Die is nu wel fit. Ik snap wat je bedoelt, Elia. Elia valt Janmaat. Ja, Elia is echt kut, hè. Breinburg heel blessuregevoelig. Hij was bijna echt terug op zijn oude niveau, Elia. Elia, misschien nog even sterkte wensen nogmaals, want hij had ons ook bedankt, hè? Hadden jullie het gezien? Ja, wel. Hij zei bedankt toppers. Toppers. Ja, ja, want hij is nu tot het eind van het seizoen uitgeschakeld. Moet geopereerd worden deze week aan zijn enkelbanden, want die zijn volledig afgeschud. Sterkte, beterschap, Elgeroen. Dat kan maakt niet uit, en blijf gewoon bij de Haag voetballen, jongens, als je beter bent. Hey? Ik bedoel, hij is 34, als je einde seizoen en dan weer opbouwen, dan is hij 35. Ja, ik denk, wil je dat nog spelen? Ja, voor mij mag hij, maar... Ja, als je snel... Hij blijft altijd welkom bijna. Als je goed herstelt, weet je zelf toch het beste. Ja. Als je snel kan herstellen en het gaat goed. Misschien dat hij nog... Hij heeft voor sport geleefd ook. Ja. Weet je wel. We gaan het zien. Het technisch beleid bij ADO. Dat was natuurlijk sowieso een beetje rommelig, maar Albert van der Dussen heeft dat denk ik prima ingevuld. Goed gedaan. Toch wel wat goede spelers binnengehaald. Was verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. Nu kwam er een bericht op de website van ADO Den Haag. Albert van der Dussen gaat weer terug naar de jeugdopleiding. Stopte met ad interim werk technisch beleid. Er stond bij dat de taken overgedragen zijn in januari. Ja? Er stond niet bij Ambi. Nee. Nou is het zo dat Ruud Brood verantwoordelijk lijkt te worden voor het technisch beleid. Naast dat hij ook al trainer is. Wat vinden jullie daarvan? Nou, lekker bij de jeugd blijven. Die deed dat toch prima? Albert. Natuurlijk, ja, Albert van der Dus. Ja, goed, maar hij heeft geholpen nu. Dat heeft hij goed gedaan. Dus dat is prima dat hij teruggaat, maar dat is niet een vervanger, zeg maar. Dus het wordt nu bij Ruud Brood neergelegd. Of Ruud heeft het bij zichzelf neergelegd, dat weet ik niet. Zou Ruud het dan een beetje te druk krijgen met al die dingen? Nou ja, dat is mijn vraag. Wat vinden jullie daarvan? Hij moet gewoon met het eerste bemoeien. Beter een mannetje extra erbij. Ik op zich vind het wel prettig als een trainer ook zelf kan beslissen welke spelers je in je elftal wil hebben. Want als het dan niet goed gaat, dan kan je er ook echt op afgerekend worden. En niet als je spelers in je maag gesplitst krijgt van een ander en die voldoen niet. En jij wordt dan als trainer afgezaagd of ontslagen. Dus alleen... Hij wordt er nu ontslagen, Albert. Nee, het gaat nu over Ruud. Het gaat nu over Ruud Brood. Niemand gewoon met zijn selectie van de eerste bezig gehouden en voor de rest niet. Daar heb je druk genoeg. Dat aankomende zeggen, jeugd, daar heb je andere trainers voor, toch? Nee, het gaat ook om natuurlijk spelers transfereren, dus halen of misschien... Heb je daar de test voor dan? Nou ja, dat weet ik dus niet, maar het lijkt me sterk dat je dat allemaal tegelijk kan doen. Ja. En dat je het dan ook goed kan doen. Maar goed. Het is natuurlijk heel lastig, de situatie bij ADO. Er is weinig geld, er zijn weinig mensen. Wat zeggen? Ja. Ze zitten met de financiën. Moet in ieder geval een beetje geld komen in. Ja. Ja, dat is nou ja, het schijnt ook zo te zijn dat Ruud Brood nu praat met de nieuwe eigenaar. Om te zeggen, nou, wat gaan we doen, waar moeten we investeren? Ja, wanneer gaat dat dan gebeuren? Februari toch? Nou ja, gaat nu, deze week loopt er een zaak te met de nieuwe eigenaar. Om het WOA-proces af te ronden. Daar staat toch helemaal niet voor. Geld dan moet de KNVB uiteindelijk nog akkoord. Dus het kan best nog wel even duren. Ook nog, ja, tuurlijk. Dus je vraagt je ook af, van je moet nu eigenlijk al gaan beginnen met je selectie van volgend seizoen. En is dat dan op Eredivisie niveau? Dan heb je natuurlijk een hoop geld nodig. Zeker weten. Ja, maar ja, goed. Dus dat kan die Brood toch niet gaan doen. Nou ja, het lastige vind ik, je kan niet jezelf ontslaan of een contractverlenging geven. Toch? Dus dat moet dan uiteindelijk de directeur doen. Ken dat het lijkt me niet. Alleen een schaaltje hoog. Ik heb mezelf al 14 jaar proberen opslag te geven, maar het lukt nog steeds niet. Je kunt toch je ergens zelf ontslaan? Nee, ik heb de varken verkocht. Goed, oké. Okay, we wachten het af dan, oké? We wensen in ieder geval Robert van der Dussen veel succes natuurlijk bij de jeugd. Ja. Dat er maar mooi veel spelers doorlopen. Daarna heb ik altijd de beste jeugd van heel Nederland. Die lopen wel tijd mee hoor, die van der Dussen. Ik ben aftrap natuurlijk bij ADO, weet je. De ADO vrouwen. Mag maar weer eens een keer benoemen, want ik heb het begin dit seizoen gezegd en toen zei je, de vrouwen. Ze hebben gewonnen. Dus je bent al een beetje op. Heerenveen toch? Ja, ook. Ja. Ja. Maar die zitten kijken dan.
Was dat wel PG? Ja. Hij droeg altijd naar de oude vrouwen. Dat was ook publiek. Nou, ik denk Heerenveen. Weet je, denk dat, Weet jullie ook wie weet toch niet wat voor vrouwen dat zijn dat het Heerenveen? Heerenveen. Nee. Misschien met een Heerenveen. Daar zeggen ze Heerenveen. Ik ben toch een linker. Hoerenveen. Nou, we dwalen weer af. Ik ben het helemaal vergeten verder. Maar wie heeft er gescoord? Weet je dat wel? De matchwinner met 1 doelpunt. Jeannette van Beden. Oh. Ja, ja. Jeanette? Het lag een puntje van mijn tong. Plasgenaar, Jeannette. Tot de dochter van Giel. Dochter van Giel? Nee. Oh. Van Beelen is het. Oh, van Beelen. Giel Beelen van 538 is het. Nou, ik vroeg. Niet van 538. Ah, okay. Goed, we dwalen weer af. Oh ja. Maar in ieder geval leuk, hè, dat de dames van Jacques. Dames gaan lekker. We gaan voorspellen. Maar wat dan wel zeggen eigenlijk? Ja. Dames gaan lekker. Waarom niet? Ja, weet ik dat je hebt tegenwoordig dat seksueel gedoe. Ja, allemaal. Met Overmars ook en zo. En hij is gek geworden, joh. Ah, joh. Ja. Hij heeft nou tijd om in de jury van de Voice te gaan zitten. Oh. Goed, Nico, we gaan voorspellen. Maar voordat hebben ze van die lage stoelen dan? Voordat we dat doen, Nico. Ja. Weer goed. Het gaat je een hoop geld kosten, denk ik. Het kost een hoop geld. Ik geloof dat jij al... Maar we gaan t-shirtje weer over. Voor de 50 keer. Ik zeg dat hele dag op Wembley op zijn gat. De volgende keer is dit, 50 keer? Vind je het gek? Ik heb 3 S's, jullie. Hij heeft er 1 extra. Dat is ongelooflijk. Nou, en dan heb je natuurlijk wel weer een cadeautje verdiend. Gaan we weer, hoor. Ook kom ik bij Roy vandaan. Kijk eens. Kun je elke keer gaan douchen? Kijk eens. Kun je ook een keer een slippertje maken? Dat zijn wel grote maten. Ook 2 ja, kom op. Maar 42 is goed. Ja, laat even zien aan de kijkers. Dus laat die proppen erin zitten. Kom het weer bij Roy vandaan. Nico maakt wel eens een slippertje. Bedankt. Ja, mooi hoor, Nico. Bedankt, Roetje. Mooi toch? Uit het Resia. Gaan we gewoon de primaire gaan we wat lekker goed bij. Aanraden als je dit Resia straat bij Roy. Aanstaande vrijdag. MVV komt op bezoek. In Maastricht eerder dit seizoen werd het 2-6. Oh, je kijkt me gelijk weer om. Iedereen zat te wachten zeker tot ik wat zeg. ADO won nou ja, dan zeg ik 6-2 keer. ADO won toen de eerste periode. Ja. Je gaat gelijk 6-2. Ja, doe 6-2. Maar 6-2 dan. Dat hou ik het rust. Dat geef ik jullie een beetje Je bent altijd zo resoluut ook. Vorige week ook 0-1. Ja. Maar ik denk dat het een van de gave. Het is allemaal zo gave gozer. Ja, wordt het ingestraald of zo? Maar gisteren zei er ook weer eentje. Ja, als ik om geld speel, dan zit ik er altijd naast. Nou, ik wou zeggen, jij moet eigenlijk de Toto gaan spelen. Nee, dan gaat het altijd fout. Oké. Zijn moeder was vaar, zegt ze. Dus daarom zeg ik dan maar dit. Ja, ik gooi er nog maar wat uit. Het staat misschien nergens op, maar. Nee, MVV gaat niet 2 keer scoren. Die hebben 6 wedstrijden 0 punten. 1 voor, 11 tegen. Die gaan niet in Den Haag 2 maken. Je dus het ingelezen, wordt, zeg. Ja, het doet altijd mijn huiswerk. 10 wedstrijden op rij niet gewonnen. 6. Tenminste, de laatste 6 op teletext van een periode. Dus hebben ze 0 punten. Ja, maar ze hebben 10 wedstrijden op rij niet meer gewonnen. Oké, nou ja, die andere 4 die... Maar nummer 11 gaan ze ook niet winnen. Okay. En ze gaan ook niet scoren. Het wordt gewoon 5-0. En 3 keer Thomas. 3 keer Thomas. Want ik wil het shirt, het heeft mijn postuur. Oh ja. Thomas, kom het eraan hoor. Ja, weet ik niet. Dan krijg je het goede shirtje. Housertje. Ja. Wat wordt het? ADO MVV. 0-3. Nee joh. 0-3 spelen thuis. Thuis hè, thuis. Je mag weer naar het stadion. Ga je weer... Thomas, je wordt topscorer. Vrijdag is dat hè. Ga je weer zitten schreeuwen? Denk het wel. Kijk, daar zit je weer. Waar? Ja, daar. Oh ja. Het zit weer beter. Daar wint 4-1. Dat mannetje van Pandasia, nee, dat want Maastricht gaat toch een goal maken in Den Haag. Wat zijn als we 4-1. Oké. Okay. Weet je wat mooi is? Ik stel de vraag altijd, maar ik denk er niet over na van tevoren. Daarom heb ik het ook nog nooit goed. Nee, maar dat zijn we wel gewend bij jou. Ja. Zou dat helpen als je nadenkt? Nee. Hey, dan leg je in ieder geval niks dit hier allemaal weer. En dan staat er eentje met een bord van, we gaan... Even denken. Oh, dan gaat hij nadenken. Moet doen. Dan gaat het fout. Doe het toch ook niet? 2-0. Zeg. 2-0. Ik 4-1. Kom je uit Zeeland? Kom je uit Zeeland? Nee, ik zeg 2-0. Goed? Oké. Okay, nou ja, als we het maar goed hebt, dan is het, we hebben alle 4 overwinning, dan is het goed. Hè. Als je het nou weer goed hebt, dan stomp ik je uit de slippers. Oh ja. Nee, ja, dan, ik ben al voor iets gegaan. Ik denk dat dit kan niet gebeuren. Oké, okay, loop in de voetbal hoor. Jij snel naar huis, kan je het shorttrekken weer kijken. Nee, en wij zijn er volgende week weer. Kijken. Tot dan, tot volgende week. Hoi. Hoi. Mijn moeder gedacht. Hey, geen oma aan. Moet je moeder nog? Oh, groeten. Hey. Ja, moeder. Nog Mahouser. Ik dacht moet van de meer. Mahouser.